werk bij afdeling zorgadvies en bemiddeling. En wij helpen onze klanten in het zorglandschap met advies. Het mooiste moment wat ik tot nu toe heb meegemaakt is dat ik een professioneel sportman heb geholpen die helemaal in zak en as zat omdat hij zijn sport niet meer kon uitoefenen. Daar heb ik toen voor gezorgd dat zijn operatie sneller kon plaatsvinden, waardoor hij alweer heel snel zijn sport weer kon doen. Dat je uiteindelijk het antwoord hebt gevonden voor de klant en dat je dan bij jezelf al denkt van oh yes, het is me gelukt. Ik kan weer iemand blij maken met een goed antwoord. Een wachtlijstbemiddeling houdt in dat de klant voor een langere tijd moet wachten. Stel dat die datum nu ver in de toekomst ligt, over een maand of 2, 3, dan kun je altijd kijken en contact met ons opnemen van goh, is het elders in tekorten. En in sommige gevallen dan kan ik de wachttijd zelfs wel terugbrengen tot een week. Zorgadvies houdt in dat wij op zoek gaan naar een zorgverlener naar aanleiding van de klantwensen. Bijvoorbeeld naar een expertise die een bepaalde specialist of zorgverlener moet hebben. En kunnen wij een advies geven waar deze expertise te vinden is en waar deze expertise op het hoogste niveau te vinden is. Een second opinion, dus eigenlijk een tweede mening, is waar wij klanten voor adviseren. Neem contact met ons op als zorgadvies en bemiddeling. En wij kunnen ervoor zorgen dat het beste ziekenhuis ervoor benaderd wordt in de expertise van de klant. Echt gericht, zodat de klant een tweede mening daar kan vragen.